Om Solid Edge te kunnen installeren, moeten we natuurlijk eerst over een installatiebestand beschikken. Studenten en leraren kunnen dit downloaden via onze website. Om te starten heb je een webbrowser nodig. Het logo van de meest gekende browsers kan je hier zien staan. Open je webbrowser en surf via de adresbalk hierbovenaan naar www.stemsieren.com. We gaan vervolgens naar de webpagina Downloads. Het kan zijn dat die verstopt zit onder het woordje meer. Alle software op deze website is voor studenten en leraren legaal. Meer uitleg kan je hier vinden. Om Solid Edge te kunnen installeren, heb je nog een CD-key nodig. Meer info kan je krijgen via je eigen leraar. Klik nu op de link Solid Edge 8 en er opent een nieuw tabblad. Vervolgens klik je op de knop Download. Afhankelijk van de webbrowser die je hebt gekozen, zal de download automatisch beginnen of moet je eerst nog in een gelijkaardig venster als deze een keuze maken. Ik kies voor bestand Opslaan en ik kan hier zien dat mijn download gestart is. Nu moet ik enkel wachten tot hij hiermee klaar is. Wij gaan nu ons bestandje gebruiken om Solid Edge 8 te installeren. Ik kan mijn bestandje terugvinden via Windows Verkenner. Downloads. En dan zou hier een bestandje moeten staan. Solid Edge Engineering English SD8. Nu moet ik hierop dubbelklikken en dan wachten tot er een foutmelding komt die vraagt: wil je wel effectief dit installeren? Daar is de foutmelding. De foutmelding zegt: wilt u toestaan dat deze app van een onbekende uitgever wijzigingen aan uw apparaat aanbrengt? En ik klik op ja. En dan krijg ik hier een venster met het woord extracting. En dan zie je dat het hier langzaam oploopt naar 100%. Het enige wat ik hier kan doen is wachten. Er opent nu een nieuw venster waarin Solid Edge allerlei gegevens aan ons vraagt. Eerst en vooral moeten we akkoord gaan met de license agreement. Je hoeft het niet helemaal te doorlezen, er zitten zelfs stukjes Chinees bij. Maar het komt er vooral op neer dat het belangrijk is dat als je geen student of leraar bent, dat je dan ook effectief de software niet gebruikt. Username kies je zelf. Bijvoorbeeld Stemsieren en organisatie vul je dan in de naam van je school. Dit moet op isometric staan. Dit laat je beter staan en deze twee mogen leeg blijven. Je klikt op install en we krijgen weer een nieuw venster. En we moeten weer wachten tot alles geïnstalleerd is. Zoals je zo net kon zien, is hier Solid SD8 verschenen. En kan ik hier op de Install Wizard Completed op Finish klikken. Solid Edge is nu geïnstalleerd, maar wanneer ik het nu voor de eerste keer open doe, dan krijg ik een foutmelding. Geen paniek, er staat enkel dat je moet een licentie invullen. Je klikt op OK en dan kom je in dit scherm terecht. Je kiest voor I have an academic code. Je tikt nogmaals de school in. En dan vul je hier de code in. Je klikt op OK. En Solid Edge opent.